Goedenavond en welkom terug bij Veronica op TV2. En onze avond ziet er als volgt uit. We beginnen zometeen met Super Champs. Spannende wedstrijden op gekke voertuigen tussen jongens en meisjes tussen de 10 en de 14 jaar. En dit spektakel wordt gepresenteerd door Giel van Praag en Bart de Graaf. En daarna The Best of Married with Children. Een herhaling van de beste afleveringen uit deze serie. Peggy sleurt Marcy en haar vriendinnen mee naar een nachtclub. Marcy is eerst zeer terughoudend, maar gooit daarna al haar remmen los. Om 10 uur onze actualiteitsrubriek Nieuwslijn met de volgende onderwerpen. Goedenavond. Ondanks een staakt het vuren blijft de spanning in Joegoslavië stijgen. Straks het laatste nieuws en een reportage van ons gezamenlijke team ter plekke. Onze verslaggevers reisden onder meer mee met de tientallen Joegoslavische moeders die vandaag met de bus naar Ljubljana trokken om hun zonen uit het leger te halen. Kinderen die ooit seksueel misbruikt zijn, blijken later in pleeggezinnen opnieuw het slachtoffer te worden van ontucht. En zwaar lichamelijk gehandicapten hielden een overlevingstocht in de Ardennen. Wat voor anderen een sportief uitje is, was voor deze groep een waardevolle ervaring voor hun dagelijks leven. Nieuwslijn is er, straks om 10 uur. Graag tot dan. En na Nieuwslijn de Gangster Chronicles, de Amerikaanse misdaadserie over de maffia in Chicago. Amerika is drooggelegd en dat is voor de drie vrienden Luciano, Lasker en Siegel een uitdaging om illegaal whisky in te kopen. Maar dit gaat niet zonder bloedvergieten. En ons laatste programma van vanavond is Voyager, The World of National Geographic. Vanavond zien we de Japanse sumo-worstelaars in Japan aan een gevecht. De Papua's van Nieuw-Guinea op zoek naar bijzondere orchideeën. En we zien topslopers aan het werk, want dat is ook een vak apart. En dit zijn dus de programma's van vanavond. En we beginnen nu met Super Champs.